De feestdagen heten niet voor niks feestdagen. Het zijn kerstdagen in de donkerste periode van het jaar. Maar het zijn ook dagen waarin we onze persoonlijke gevoelens naar elkaar toe kunnen laten blijken. Waarin we de gezelligheid en de warmte van elkaars gezelschap proberen te zoeken. En soms helaas is dat maar in een hele kleine groep. Soms is dat via de telefoon of via een iPad als u daarmee overweg kunt. En dat u even wat beeldverbinding met elkaar kunt hebben. Ik hoop dat iedereen, en er zijn meer mensen die mij horen door die camera en door de microfoons, dat iedereen ondanks al die beperkingen toch hele fijne feestdagen gaat hebben. Ondanks het verdriet, ondanks de afstand, is er nog steeds heel veel om met elkaar blij om te zijn. Nou, meneer Wienissen, u bent met uw 99 jaar een van de oudste, zo niet de oudste bewoner van deze Castello Flat. Dat klopt? Ja. De oudste, hè? Ik mag u als eerste, en inderdaad op reglementaire afstand, dit mooie kerstpakket aanbieden. Moet even voorzichtig, want het is allemaal nogal wankel. Maar ik kom naar u toe. Kijkt u eens. Ik voel me net de kerstman. Dank u wel. Alsjeblieft. En die tweede. Meneer Wienissen, u kreeg vanmiddag een heel mooi pakket. Ja. Was u blij verrast? Ik ben wel blij mee. Want... ik ben niet gewend om verrassingen te krijgen, zeg. Dan is dat extra leuk, hè? Ja, dat is extra leuk, ja. Ja, want ik heb gehoord dat u al een behoorlijke, respectabele leeftijd bereikt hebt inmiddels. Ja, ik word begin volgend jaar word ik 100 jaar. Zo. Tenminste, dat hoop ik te worden. En ik heb mijn rijbewijs gisteren van de week laten verlengen. Dus dat doe ik ook nog. Ik doe nog veel aan computerwerk. Dat doe ik ook. Dus ik kan bij u in de leer komen? Ja. Dus ik ben wat dat er gaat wel aan de moderne kant. Dus u bent nog altijd lekker actief? Ja hoor. Ja, en wat een verrassing dat die burgemeester u dat mooie pakket gaf. Ja, hè? Het is voor het eerst dat er een burgemeester bij is. Want toen ik 70 jaar getrouwd was, toen was de burgemeester er niet. En toen ik 60 jaar getrouwd was, was de burgemeester ook niet. Maar toen waren andere burgemeesters. Hè? Maar er is natuurlijk wel een vervanger gekomen natuurlijk. Hè? Je moet er 99 voor worden, maar dan komt hij. Ja. Nou, maar als u straks 100 wordt, dan, ik zo opzij kijk, misschien dat hij dan nog wel een keertje komt. Nou, misschien als ik binnenkort 100 word, dat hij misschien op even een bezoekje kon brengen. En het is niet de bedoeling dat ik daar een feest van ga maken. Hè? Dat wordt me veel te druk, wordt dat. Ja, dat moet ik ook niet allemaal doen. Hè. Die grote drukte, dat is ook niet alles. Maar u hebt nu een heel mooi pakket. En ik wens u hele fijne feestdagen. Dank u wel. En dat u nog ik heel lang mag genieten. Ik word in ieder geval opgehaald de 24e door een nicht van me. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, toch? En fijn dat ze dat doen, hè? Je gaat naar Duitsland. Ja. Zo. Kreeg ik vanmorgen van iemand. We wensen jullie een kerst vol vrede en een nieuw jaar zonder verdriet of tegenslag. Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn met liefde en met een gulle lach. Nou, dat wensen we elkaar allemaal. Hele fijne kerstdagen. Dankjewel.